tafels. Kunnen wij spreken van een collectieve landbestandsverklaring? Ja, ik denk als je hier met 5-0 verliest tegen een ploeg die niet eens heel bijzonder goed speelt, dan word je afgetroefd op facetten als tweede ballen winnen, mentaliteit, duels winnen. Kijk, als Almere nou zoveel beter voetbalt dan wij, dan kan ik er vrede mee hebben, maar dat is niet het geval. Ik denk dat we heel slecht verdedigd hebben als team, maar ook zeker achterin. Eigenlijk niks aan de hand, 2 voorzetten, 2 doelpunten. En die rode kaart is natuurlijk helemaal gespeeld. Nou begint de verdediging volgens de voetbalwetten in de aanval. Weet je dat beweegt dat daar ook wel niet goed ging? Ja, met name, kijk, als je gaat kijken het balbezitgedeelte in de eerste helft, dan denk ik dat wij meer balbezit hebben dan Almere. Alleen we doen daar veel te weinig mee. Het is wel prikken, maar uiteindelijk zijn we niet gevaarlijk genoeg. Uit het niets vind ik een goal tegen. De voorzet van de rechts, die bal mag al niet voorkomen. Er komt een man voor Gielissen. En ik kop de bal binnen. Ja, ik denk van ja, dan ben je gewoon niet scherp. Na vanaf minuut 1. En dan eigenlijk de tweede goal precies hetzelfde gebeurt. Kijk, de 4-0 is een voorzet. Een hele simpele voorzet die op het achterhoofd komt van de spits. Dan denk ik toch even veel te makkelijk de goals werken. Is het heel matig en dan is de constatering is dat zonder kousenmaker een elftal zijn die niet in balans is. Het is de tweede wedstrijd zonder kousenmaker en de tweede nederlaag. Dat is dus geen toeval. Nou, dat lijkt er niet op, nee. Dus je ziet dat we daar wel een stuk in balans missen. Wat heb jij in de rust gezegd? Het staat 2-0 en dan? Ja, ik had het gevoel dat hier nog wel meer te halen was. Nog. Dat we niet hadden hoeven verliezen hier in de rust. Ja, als je kijkt wat er dan een tweede helft gebeurt. Dat is gewoon te matig, van alle kanten. Dus in Dordrecht begint het seizoen frivol, speelt leuk voetbal, dat lijkt even weg te zijn nu. Ja, dat klopt. Alleen, we hebben nu gelukkig 2 weken om onze rug weer te rechten. Er is niet zo heel veel gebeurd gelukkig in de stand. En als je gaat kijken, nummer 5 staat nog steeds binnen handbereik, op 3 punten. Het blijft heel dicht bij elkaar, maar dit mogen we niet accepteren van elkaar, dat we zo'n manprestatie leveren. Want daar ben ik wel heel erg teleurgesteld over. Wat ga je eraan doen de komende week? Elkaar trainen, zorgen dat iedereen weer doet wat hij moet doen. En van daaruit zorgen dat de kleine pijntjes, want er waren natuurlijk ook wat jongens die half of niet 100% fit waren. Dus dan blijkt toch dat je gewoon voor 100% fit en speler moet gaan kiezen. Ben jij ook een beetje een trainer die op een gegeven moment zijn geduld kan gaan verliezen met bepaalde spelers? Ja, natuurlijk. Dat houd ik weer op. Dus, daarin zullen we heel kritisch kijken de komende weken. Dus het zal echt op de training worden bepaald wie er tegen Sparta gaat spelen. Het zou kunnen zijn dat er een andere FC Dordrecht staat dan in deze wedstrijd. Dat zou heel goed kunnen. Dankjewel.